Hallo, welkom in Zaconi Connect. En met deze oefening, de belevenis, zoals we het nu noemen, daar heb je een vuilniszak voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Voor de volgende stap gaat u staan op de vuilniszak. Dat is ook gelijk definitief uw kader. Dit is nu stap 2. Verken die ruimte. Nu hebben jullie de ruimte verkend. En probeer nou te bedenken wat de ruimte nu kan worden voor jou. Bijvoorbeeld een tapijt of een ijsbaan. Denk zo of wat het maar kan zijn. Dit was de einde oefening. Bedankt voor het meedoen. En ik hoop dat dit iets meedraagt aan jullie eigen belevenis en de transformatie dat jullie er zelf ontdekt hebben. Ik zou het graag willen horen. Daarvoor kunt u ook hier beneden een comment plaatsen. En dan lees ik verder wat jullie prachtige ideeën waren. Dankjewel.